Annie Niessen, je bent al zoveel jaren het gezicht van de kunsthal. Ja, hoe is het zo gekomen dat je hierbij betrokken bent geraakt? Nou, als je dan per se achterom wil kijken, heel lang geleden, 2003, kwam er een artikel in de krant in september 2003, dat de kunsthal zou worden gesloten, omdat hier personeel wat werkte voor de gemeente zou worden ontslagen vanwege enorme bezuinigingen. En toen ik dat las, dacht ik, dat mag nooit gebeuren. En zo is het gekomen. Ja, dat is echt, dat hebben we gezien, want je bent hier al jaren, ja, toch wel een beetje de drijvende kracht achter al die exposities. En ja, die voorliefde voor de kunst, waar is die vandaan? Ja, daar ben je blijkbaar gevoelig voor. Ik ben zo'n beetje in de oorlog geboren en alle naweeën van die oorlog heb ik meegemaakt. Dus dat was helemaal niet zoveel geld of tijd om naar kunst te gaan kijken. Maar ja, het is ons eigenlijk met de paplepel ingegeven. Mijn vader en moeder waren heel gevoelig voor die dingen. Dus ja, er werd veel gelezen bij ons. Veel gekeken in het algemeen. Dus ik denk dat het daarvan komt. Denk het. Ja, en in al die jaren, wat is jou het meest bijgebleven? Wat vond je echt heel bijzonder? Nou, heel bijzonder is al die atelierbezoeken die zijn gebracht. Dat vergeet je gewoon niet. Tijdens die atelierbezoeken van kunstenaars die je hebt gevraagd om te komen exposeren, leer je ze veel beter kennen en leer je het werk goed kennen. En voor mij geldt, alleen als ik dat achter de rug heb, dus en goed kennis gemaakt met de kunstenaar en zijn werk, ja, dan is het een feest om een tentoonstelling in te richten, ook met meerdere kunstenaars. Dan weet je welke combinaties je kunt maken en ja, je doet het nooit alleen. Met meerdere mensen bekijk je dat werk en zoek je de plek die het allerbest in zo'n ruimte tot zijn recht komt. Het leukste werk wat er is. Ik hoor de bevlogenheid. En ja, er is nu ook weer een hele bijzondere expositie. En ja, kan je er heel iets over vertellen? Jawel, het zijn allemaal recent afgestudeerden, zo heet ook de tentoonstelling. Ze zijn net afgestudeerd aan de AKI in Enschede. En dan gaan we daar kijken wat bij de eindtentoonstelling. En zoeken daar een aantal kunstenaars bij elkaar waarvan je denkt, ja, leuke combinatie, mooi werk, interessant werk. En ja, dan ga je ze benaderen en afspraken maken. En daardoor hebben we nu bijvoorbeeld 7 werken met videokunst in het kabinet. Wat toch heel uitzonderlijk is, maar prachtig werk. Je ziet het niet vaak. Heel mooi. Ja, en je gaat ermee stoppen. Onvermijdelijk een keer, hè. Wat ga je nou straks doen? Mijn huis opruimen. Heb je zelf ook veel schilderijen? Mijn huis opruimen, ja, behalve schilderijen. Maar er is zoveel wat ik gewoon in de loop van al die jaren heb laten liggen. Omdat je met zoiets als dit heel intensief bezig bent. Alles blijft liggen. En dan denk je, oh, komt wel, komt wel. Als het hier maar klaar komt. En ja, dat is ontzettend leuk. Maar ja, ik ga mijn huis opruimen. Ik ga eens kijken hoe ver ik kom. Wij willen jou, Hanny, heel erg bedanken namens Almelo. Voor al die jaren dat je de mensen in Almelo hebt laten zien wat kunst voor mensen kan betekenen. Dank je wel. En ik hoop dat dit nog heel lang blijft bestaan. Ik laat het fantastisch achter. We hebben een jaarprogramma al rond voor 2023 en dat ziet er heel goed uit. Dus ik roep iedereen op, kom nou eens kijken in de kunsthal. Het is zo de moeite waard. Deze tentoonstelling die hangt er nog tot en met 15 januari. En elke dag, hè, behalve maandag, van 2:30 tot 5:00. En het is ook nog eens gewoon helemaal gratis. Is ook nog eens helemaal gratis. Iedereen is welkom.